te meer omdat ik even een klein voorschotje neem naar de bestuursrapportage die ik toevallig al even inzag. En daar las ik in dat er voor €173.000 aan niet geïnde toeristenbelasting staat als gevolg van allerlei faillissementen. Dat moet dan in dit jaar zijn. Dus heel concreet, uitstekend voorstel, denk ik. Maar beseft iedereen zich dat daar mensen zijn die gewoon €250.000 moeten inleveren die zij voorheen tot de kunnen rekenden? Dank u wel. Meneer Odink? Dank u wel, voorzitter. Wat nu voor ligt als raadsvoorstel, zeg maar, voor de toeristen- en forensenbelasting, lijkt op een win-win situatie. Het lijkt een mooie oplossing tot stand gekomen na intensief overleg tussen het college en de Rekenom. De situatie is dat de sleutel ligt in dit geheel, in het verschil, is wat forfaitair wordt aangeslagen voor de toeristenbelasting en de daadwerkelijke overnachtingen. Het is zelfs een verschil van 250.000 overnachtingen. En de verwachtingen zijn zelfs dat als we deze heffingssystematiek gaan inzetten, het zal leiden tot nog meer overnachtingen. Hierdoor zou de toeristenbelasting naar beneden kunnen worden bijgesteld. En dat is iets wat onze fractie natuurlijk graag wil. Als we hier naar kijken, hebben we nog wel een aantal vragen aan de portefeuillehouder. En dat gaat met name om het volgende. Het schijnt mogelijk te zijn om op basis van de bijgehouden nachtverblijfregisters direct na afloop van het seizoen 2016 om deze zeg maar scherp te krijgen, duidelijk te krijgen. En de vraag is van zou de portefeuillehouder dit ook willen omarmen? En dus zou de portefeuille ook daadwerkelijk na het seizoen 2016 dit willen oppakken? Mocht dat resultaat zeg maar positief zijn zoals het nu voor ligt, zou dan het mogelijk zijn om de toeristenbelasting voor 2017, dus die verhoging die daar staat van 91 cent naar 97 cent, om dat niet te doen, om die gewoon niet door te laten voeren. En een andere vraag wat hier wel raakvlakken mee heeft, dat is de vermakelijkhedenretributie. Wij zouden de vraag willen stellen, en ik ben even benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder, om sowieso los van deze heffingskorting, om toch daar een onderzoek naar te doen, naar die vermakelijkhedenretributie. En gewoon eens even alle voor en tegens tegen elkaar weg te zetten. Zodat wij op een gegeven moment, en dan mocht er op een gegeven moment in 2016 de situatie zo zijn dat het een en ander zoals nu voorgespiegeld wordt niet uitkomt. Dat we in ieder geval op dat moment ook zeg maar eens wat meer inhoudelijk weten van wat zijn de voor- en tegens van de vermakelijkhedenretributie. En op dat moment ook te kunnen besluiten van moeten we daar wat meer van vinden? Of moeten we daar wat meer mee doen? Dat waren mijn drie vragen. Dank u wel. Meneer Nijhoff. Dank u wel, voorzitter. In principe zijn wij in grote lijnen positief over het voorstel, maar hebben nog wel een aantal vragen. Het lijkt erop dat de aanpassing van de systematiek leidt tot een rechtvaardiger systeem. De eerste vraag is van in het stuk wordt aangegeven dat de klacht van de sector van dalende toeristenaantallen voor de forensenbelasting ook is gebleken uit het lager aantal opgelegde aanslagen. Daar wordt geen nuancering bij gegeven. En kan de portefeuille aangeven hoe groot die daling de afgelopen 2 jaar is geweest en hoe de daling zich verhoudt tot de naastliggende gemeentes? De tweede vraag is van hoe verhoudt het tarief van de voorgestelde forensenbelasting zich tot de naaste omgeving? Derde, mocht uit de belastingopbrengsten blijken dat de benodigde extra opbrengst meer dan gehaald wordt als gevolg van en de aanpassing van de systematiek en de aantallen, wat gebeurt er dan met deze extra opbrengst? Wordt dat verwerkt in een lager tarief? Worden deze middelen gebruikt om bijvoorbeeld ten behoeve van de totale sector iets ondersteunends te doen? Bijvoorbeeld in het kader van marketing of zoiets. Of is daar een ander doel of regel voor? En de laatste vraag is, ook is vorig jaar nadrukkelijk meegegeven om te kijken naar innovatieve mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheidstrajecten, om daarmee de sector enige compensatie te kunnen geven. Daar lees ik in het stuk niets over. Kan de portefeuillehouder aangeven wat de stand van zaken hiervan is en of er vervolgafspraken over zijn gemaakt? Dat zijn onze vragen. Dank u wel. Ik heb mevrouw Baarslag per ongeluk overgeslagen. Ga uw gang, mevrouw Baarslag. Kennelijk ben ik toch te klein, want het gebeurt u vaker. In principe was bij ons het uitgangspunt niet verhogen en verzwaren, want het gaat tegen ons eigen beleid in als we meer toeristen willen trekken. Dus daarin is het een goed voorstel. Wij vroegen ons wel af bij Leefbaar Harderberg
hoe het nou zit, die 250.000 euro. Hebben we daar niks over gehoord van de ondernemers die dat dan moeten gaan ophoesten? En ik wil graag weten dus eigenlijk wat de uitkomst van het overleg met de Recon is geweest. Dank u wel. Mag ik de portefeuille houden vragen om vragen te beantwoorden? Dank u wel, voorzitter. Hier ligt een voorstel voor. Wat in het afgelopen jaar, na de begrotingsbehandeling vorig jaar, toen zijn we daarmee begonnen, meermalen is besproken. We zijn de gesprekken heel open ingegaan met elkaar. Alles was bespreekbaar, om zo maar te zeggen. Waarbij wij hebben aangegeven, tenminste ook vanuit mijn portefeuille heb gezegd van ik wil toe naar een rechtvaardig systeem. De gebruiker die betaalt, zo moet het zijn. Het moet een inzichtelijk systeem zijn. Het moet ook een systeem zijn wat voor de ondernemer goed werkbaar is. En we hebben heel veel mogelijkheden verkend. Van hoe zouden we nou, de drang was wel groot. Waarbij het zwaartepunt lag bij de ondernemers toch vooral bij de forensenbelasting. De grote zorgen daarover, de teruglopen ook daarover. Die wij eerst nog niet zo zagen. Maar waar toch blijkt dat ook vooral als je kijkt naar Hardenberg zelf, dat er veel tweede huizen, caravans en dergelijke zijn waar mensen verblijven, vaak mensen op leeftijd. En waar de behoorlijke verhoging die we hadden voorzien, dat het toch een enorme bottleneck was. Wat voor veel mensen aanleiding zou zijn om te zeggen, wij stoppen gewoon met de tweede woning. En waar ook geen nieuwe markt meer voor zou komen. Dus daar hebben we ook heel nadrukkelijk naar gekeken. Ja, de toeristenbelasting is een terugkerend fenomeen altijd. Waarbij ik ook al wel opmerk dat we daar ook al hebben gezegd van nou, we willen daar ook heel open naar kijken. Maar help ons ook. We hebben zelfs nog gekeken om daarmee een vraag op CDA te komen naar maatschappelijke inbreng. Om bijvoorbeeld mensen uit een werkloze situatie in te zetten. En daar ook een afspraak over te maken met de sector. Maar het bleek ook al vrij snel dat we daar eigenlijk weinig middelen tegenover kunnen zetten. Want die hebben we niet meer. Vroeger hadden we nog participatiegeld zeg maar, om dat in te zetten, zodat we daarmee ook iets in die tarieven zouden kunnen doen wellicht. Maar dat bleek geen optie. Overigens heeft de sector wel aangegeven dat ze bereid is om daarover mee te blijven denken en bijvoorbeeld mensen in een werkleertraject op te nemen in het groenonderhoud of andere zaken. Er zijn overigens ook ondernemers die dat al doen. Bij saldo zijn we toch weer teruggekomen bij het bestaande werk, wat er lag eigenlijk, bestaande systeem. En toen heb ik wel aangegeven van ja, toen hebben we een doorrekening gemaakt en gezegd van ja, jullie houden heel erg sterk vast aan dat forfaitaire tarief. Dat vindt men heel belangrijk. En daar te vuur en te zwaard, laat ik zo zeggen, is dat de afgelopen jaren elke keer verdedigd door de ondernemers. Dus dat bleek een onbespreekbaar punt te zijn. Maar omdat we het hele voortraject al hadden gehad, heb ik wel gezegd van ja, maar als je daar nou eens heel eerlijk en open naar kijkt, en je zou bereid zijn om daar om dat los te laten, dat we gewoon gaan afrekenen op basis van werkelijke aantallen. Dan kunnen we toch is de verwachting behoorlijke stappen gaan maken. En daar hing wel de druk van de verhoging van die forensenbelasting en die toeristenbelasting hing daar wel in de lucht. Dus dat heeft uiteindelijk bij hunzelf ook wel de knop omgezet. En toen zijn we gaan doorrekenen en toen hebben we gezegd, ja, dit levert gewoon toch de verwachting is. Ik moet zo uitspreken, de verwachting is dat dit gewoon extra inkomsten op gaat leveren voor de gemeente. Waarbij ik er wel eerlijkheidshalve bij zeg dat die bijdrage vooral door de grote partijen geleverd gaat worden. En dat zijn eigenlijk de bungalowparken. En waarom de bungalowparken? Omdat die het hele jaar door bezetting hebben. En de campings eigenlijk niet. De campings hebben 6 weken topseizoen en daarvoor nog wat en daarna nog wat. Maar dat is allemaal kruimelwerk. De grootste happen zitten bij de grote bungalowparken in onze gemeente. Dus die gaan ook het meeste daarin in bijdragen. En dat hebben we ook met hun besproken. En dan kom ik ook bij de vragen over het draagvlak die door de verschillende partijen zijn gesteld.
Het feit dat hier vanavond niemand zit, het zou kunnen zijn een gebrek aan belangstelling of helemaal murm gebeukt, zeg maar, door deze portefeuillehouder, maar dat past niet. Maar het feit is dat ze hebben gezegd van wij kunnen met dit systeem uit de voeten. Het was een zware dobbe, want men wilde eigenlijk vasthouden aan het forfaitaire tarief. Maar dat hebben we om weten te buigen. En ik heb ook gezegd van nou, en dat is ook de intentie. Als we inzichtelijk krijgen, het liefst ook inderdaad zo snel mogelijk, wat nou dit aan extra opbrengst gaat genereren. Dan willen we ook, net als bij de WOZ-belasting, dat is ook rechtvaardig, gewoon zeggen. Dit hebben we ingecalculeerd, inclusief inflatiecorrectie. Maar daar blijft het dan ook bij. Dus als er extra inkomsten zijn, dan zouden die ook weer moeten terugvloeien naar de sector. Als er echt heel veel meer geld uit zou komen. Dat is de intentie, dat is de inzet ook naar de sector zelf toe. Dus we hebben een prognose. We hebben daar inflatiecorrectie bij. Dat is wat we nodig hebben om onze begroting ook rond te krijgen. En daar zou het ook bij blijven wat mij betreft. Ik loop even door de vragen heen, voor zover ik ze nog niet beantwoord heb. Forfaitair tarief inderdaad, ja, geen draagvlak was er voor. Op basis van forfaitair tarief werd er afgerekend, dat werd ook gecontroleerd wel. Maar er kwamen eigenlijk nooit hele rare zaken uit. Niet anders dan dat we hadden afgesproken, zeg maar, binnen dat forfaitair tarief. De rekenron, we hebben een laatste overleg nu onlangs nog weer gehad in september. Mag ik een vraag stellen over dat laatste stukje? U geeft in feite, u schetst een beeld van de sector die een beetje hulpbehoevend is in een neergaande markt. Toch Nee, dat wil ik corrigeren. Dat is niet zo. Alleen dat geldt alleen voor de tweede huizenmarkt, zeg maar. De bungalows en dergelijke. Precies. Ja. Nee, maar niet voor de toeristensector. Niet voor de toeristensector. Integendeel. Oké, maar voor die neergaande, daar schrijft u toch een neergaande markt voor dat gedeelte van de sector. En dan zegt u van ja, nou als er dan blijkt dat er wat overblijft, dan storten we dat weer terug. Dan kan ik me daar wel wat bij voorstellen, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je zegt van, als dat een teruglopende markt is, misschien zouden we dus wel wat extra kunnen investeren om dat op peil te houden. Is de sector daar niet voor te porren of hoe zit dat? Want ik vind afspreken om het dan weer terug te sluizen, vind ik wel erg snel getrokken. Terwijl de behoefte om meer te doen er volgens mij wel zou moeten zijn. Ja, maar dan kom je een heel lastig. Daar zitten verschillende elementen aan. En terugstorten moet u begrijpen als de tarieven bijstellen in het volgende jaar. Dus niet gelden echt feitelijk terugstorten, maar zeggen van nou, dan kan de tariefstijging beperkt blijven. Waarbij we als uitgangspunt hebben, dat vindt de sector heel belangrijk, niet boven de euro uitkomen. En want men vindt dat die toeristenbelasting, men zegt van ja, portefeuille, dat is mooi dat u dat zegt, maar als ik een gezin heb en die logeert hier 14 dagen of 3 weken en je telt dat keer 5 op, dan gaat het inmiddels toch wel om behoorlijke bedragen. Hè? En houd dat nou beperkt, want dat helpt ons ook in het vermarkten, zeg maar, van het hele verhaal. Want de sector zelf is behoorlijk met innovatie bezig. En dan heb ik met name over de recreatiesector, de campingsector, zeg maar, en de bungalowsector. Daar ben ik niet negatief over, integendeel zelfs. Twee goede seizoenen achter de rug ook hier in de gemeente. En men is voortdurend ook op zoek naar nieuwe initiatieven en nieuwe arrangementen. En daar helpt die tienduizenden euro's, of laat het dus een keer 100 zijn, die we extra wellicht zouden ophalen. Hè. Dat moet ook allemaal nog maar gebeuren. Daar ga je de sector niet mee redden hier. Dat moet men ook vooral zelf doen, met de eigen brancheorganisatie, met de Rekeron. En we hebben onze Vechtdal-agenda, waar we dat al via die weg samen met de provincie Overijssel ook proberen. Dus volgens mij, dat spoor loopt wel. Waar zij belang bij hebben is stabiele tarieven, liefst ook voor 2 jaar vastgesteld. Dat was ook een belangrijk punt voor hun, omdat ze dat dan ook kunnen communiceren op hun websites en via de folders. Dat ze aan de voorkant weten welke tarieven ze nodig hebben. En ook daarin hebben we gezegd, we gaan de tarieven, uw raad gaat daar uiteindelijk over. Dat is ook continu wat ik heb gezegd. Ik zeg, de raad heeft het laatste woord. Maar ons voorstel is om de tarieven elke keer voor 2 jaar vooruit vast te stellen en dat ook vast te houden. Waarbij we zeggen, laten we nou proberen, en we kunnen dat zien straks als we in 2016, dan zouden we dat begin 2017 kunnen zien. En dan zouden we ook kunnen zeggen van, laten we nou zo onder die euro, rond die euro blijven hangen met de toeristenbelasting. Dat is het uitgangspunt. En daar is men heel content mee.
Daar is men absoluut heel content mee als dat zou kunnen gebeuren. Voor ver is er over gesproken, de voor- en nadelen, de consequenties die dat heeft. Ja, we gaan dus het forfaitair tarief afschaffen. Dat betekent dat we juist in de beginfase ook hebben gezegd, en dat is in Ommen eerder ook gebeurd, dat we hebben gezegd, juist in de beginfase zullen we toch gericht gaan controleren. Worden nou die werkelijke aantallen ook opgegeven? Dat betekent in de beginfase wellicht wat meer controles. Maar de praktijkervaring blijkt, ook in Ommen, dat mensen dat gewoon heel correct opgeven. En dat je eigenlijk alleen maar steekproefsgewijs daar de controles hoeft te doen. Dus dat is wat er gaat gebeuren als we dit systeem zo omzetten. De bestuursrapportage VVD, de 173.000 euro afboeking, niet invorderbare toeristenbelasting, heeft te maken heel concreet met twee faillissementen die we in onze gemeente hebben gehad. En dat is uit de voorgaande jaren, dus dat is een oplopend geheel geweest van een aantal jaren al. Maar het gaat slechts om twee bedrijven. En de andere bedrijven die nu ook de toeristenbelasting betalen, daar hebben we eigenlijk geen enkel probleem mee. Die voldoen keurig aan hun verplichtingen. Dan de ChristenUnie. Er moet een nachtverblijfregister gaan worden bijgehouden. Dat heeft dan ook iedereen. En dan zou je ook kunnen zien hoe je ook vrij snel inzicht hebt in de daadwerkelijke aantallen overnachtingen die er zijn geweest. De vermakelijkhedenretributie, de voor's en de tegens. Nou, dat was ook een van de opties die we hebben aangekaart. Laat ik ermee beginnen. Dat heb ik ook in de sector gezegd. Deze portefeuillehouder is geen voorstander van het invoeren van nieuwe belastingen. Ik zou dat heel erg onwenselijk vinden. Tenzij je er een goede reden voor hebt. Maar volgens mij hebben we de wijze waarop we het nu doen met een bestaande belasting. En die op een andere manier invullen. Dat eigenlijk de gebruiker betaalt principe. Dat toe te passen. Lost het vraagstuk van de vermakelijkhedenretributie op. De vermakelijkhedenretributie wordt bij grote dagrecreatieparken her en der ingevoerd. Het is een middel om inderdaad gelden op te halen. Er zit één maar aan. Je moet ook iets terug doen als gemeente. Hè? Je moet daadwerkelijk iets terug doen voor de instantie. En dat kan zijn in de zin van betere ontsluiting, veiligheidsmaatregelen nemen, wat dan ook. Maar er staat iets tegenover tegen de vermakelijkhedenretributie. En dat zou betekenen als we dat bij een dagrecreatiepark zouden doen, dan zouden we ook moeten kijken naar andere dagrecreatieparken. We gaan dan een enorm systeem naast het bestaande verhaal wat we hebben nu dan ook alweer oprichten. Het vergt extra ambtelijke inzeturen. En dat is maar de vraag wat er uiteindelijk dan netto overblijft, ook voor de gemeente. Dus wij zijn daar geen voorstander van, integendeel. En we hebben ook met de sector eigenlijk ook overlegd, ook de grotere parken hebben gezegd van we willen meewerken aan het afschaffen van het forfaitaire tarief, maar kom dan niet over een jaar met nog weer een nieuwe belasting op de proppen, want dat vinden we niet echt heel erg betrouwbaar als u dat zou doen. Die toezegging, met ook weer de kanttekening van de raad gaat er uiteindelijk over. Ik zal er geen voorstander van zijn. En het is ook niet nodig. Het is absoluut niet nodig om dat te doen. En zeker ook niet in de gemeente waar we ook de dagrecreatie in hoog vaandel hebben. De forensenbelasting hebben we het al over gehad. Dat was echt een heel gevoelig punt. CDA heeft er ook vragen over gesteld. We hebben de aantallen volgens mij nog wel ergens in een notitie beschikbaar. Ik weet niet of het in een mooie tabel is, maar we hebben wel uitgezocht dat we dachten dat dat gelijk bleef. Maar dat toch blijkt dat juist die oudere bungalows en staakervens en dergelijke, dat die zwaar onder druk staan, ook in deze gemeente. Dus ik zou u kunnen toezeggen dat we dat nog eens even proberen in een memootje, die aantallen eens even aan u laten zien. Mag ik een aanvullende vraag stellen? In hoeverre speelt hetzelfde probleem ook in naastliggende gemeentes? Is dat vergelijkbaar qua daling? Nee, dat is wel heel bijzonder, want dan blijkt toch dat Hardenberg ook wel weer een eigen markt heeft. Anders dan bijvoorbeeld Ommen, maar je zou ook naar Tuberg kunnen kijken. Maar wij hebben toch wel weer een hele eigen doelgroep binnen onze gemeente, waar mensen zo'n tweede staakcaravan hebben en dergelijke. En
Dat is heel vaak een doelgroep die niet in de bovenkant van de inkomstengroepen zitten. Dus dat zijn vaak de laatste loodjes, zeg maar. Dat is het plezier wat de mensen hebben. En daar ook heel veel genoeg aan beleefd zijn vaak mensen die daarin zitten. Die ook uit de directe omgeving komen van deze omgeving, uit Drenthe of uit Twente. Die dan hier een huisje hebben. En dat is heel anders dan bijvoorbeeld in Ommen. Of op andere plekken. Dat is echt de situatie is niet te vergelijken. Voor 2 jaar vastzetten heb ik een vraag op dit onderwerp doorgaan. Want dan kom ik toch even terug op mijn vraag net. Hè? Want u zegt, en er staat ook in het stuk, dat het leeuwendeel van de toeristenbelasting wordt opgebracht door 5 grote ondernemingen. Ik lees daarvan dat daar 2 afrekenen nu al volgens het principe dat u voorstelt. Nou, dat betekent dat de meerderheid dat dus niet doet. Als we dat even koppelen, dan blijft nog steeds de andere helft over. En als ik even dan in het verlengde wat u net zegt, dat wij toch niet aan de bovenkant zitten, hè, dan is dit geld waar we het over hebben een behoorlijk bedrag, denk ik, voor een aantal ondernemers. Ik begrijp dat u geen inzicht heeft in de jaarstukken van alle bedrijven, maar toch even weer gekoppeld, maar 2 faillissementen. Nou, dat is ook heel wat op het aantal toeristische bedrijven, vind ik. En ik vind het een heel bedrag, 170.000 euro is een vijfde deel bijna van de totale heffing die u jaarlijks wilt doen. Zou u mij willen toezeggen dat u daar wel in ieder geval de voelsprieten voor uitzet dat mochten mensen in problemen komen doordat ze netto nu iets moeten afdragen wat ze voorheen tot het hunne rekenden. En dat u daar in ieder geval voor open staat en daar dat monitort. Daar kopen we niet zoveel voor, maar dan hebben we in ieder geval een goed en inzichtelijk beeld over de consequenties van deze maatregel voor de continuïteit van de bedrijven? We hebben met bedrijven om tafel gezeten. We hebben dat uiterlijk daarna besproken. Ja, uw waarneming is denk ik een hele correcte. Het is versleuteld in de exploitatie. Dat geven zij zelf ook wel aan. En toch hebben ze gezegd van wij gaan er wel mee akkoord. Maar ik denk in het kader van de relatie die we ook hebben opgebouwd, het overleg wat we hebben met afzonderlijke bedrijven, maar ook via het Rekron, dat die relatie zo open is dat we ook dat we dit ook in de gaten gaan houden van hoe ontwikkelt dit zich en gaat het tot problemen leiden. Dank, dus die toezegging. Mijn laatste opmerking voor zijn houd ik over op. Dank daarvoor, maar wil ik toch aangeven, zoveel keuze was er ook niet, hè? Want uw alternatief was het verhogen van de forensenbelasting. En ik denk juist die bedrijven waar we het over hebben, dat die nog voor een groot gedeelte ook juist in die forensenbelasting actief zijn vanwege de caravans die daar staan. Ik houd daar rekening mee. Het is een hele complexe groep, maar het is een hele diverse groep ondernemers. We hebben de bed en breakfasten, we hebben de kleine hotelletjes, we hebben de kleine campings, de doelgroepen campings, de grote campings en we hebben de bungalowparken. Dus het is een heel gemêleerd gezelschap en ik denk dat waar de grootste bijdrage gaat komen is toch van de grotere parken waar toch ook weer niet die forense belasting weer zo'n rol speelde. Dus ik denk in de praktijk gaat het meevallen. Maar we houden de vinger aan de pols en zo nodig zullen we dat ook rapporteren of zeggen van jongens, dit gaat niet goed, dit is niet de goede weg. Maar ik weet ook zeker dat ze daar zelf ook mee gaan komen als dat het geval zou zijn. Verder ben ik ingegaan op de vragen zoals ze er nog lagen. Nogmaals, het feit dat de sector hier vanavond niet is, is echt het gevolg en dat hebben ze ook uitgesproken in onze richting, dat ze zeggen van nou, als we het op deze manier doen, en we hebben dat 2 weken geleden in het Reservolt nog met elkaar besproken. Als het op deze manier gaat gebeuren, het liefst betalen we geen belasting, maar we snappen ook wel dat het moet gebeuren. Maar dan zijn wij ermee akkoord en laten we maar gewoon samen op weg gaan om dat zo te gaan organiseren. Dus dat was commitment breed uit. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Odink? En meneer Gelling. Meneer Odink. Ja, voorzitter, dank je wel. Ook portefeuillehouder, in eerste instantie bedankt voor het deels beantwoorden van de vragen. Ik heb wel even concreet de vraag gesteld van of het eventueel mogelijk is om gelijk op basis van de nachtverblijfsregisters, zeg maar, om die ook gelijk in 2016, dus na afloop van het seizoen, om die zeg maar op te vragen. Dus dat we ook al zeg maar direct na afloop daar duidelijkheid over zouden.
stappen te kunnen hebben. Sterker nog, stel nou dat het, dat als het nu, en dat is misschien ook wel even een aanvullende vraag, als het nu zo is dat de recreanten ook een nachtverblijfregister moeten bijhouden, zouden we het bij wijze van spreken ook al nu kunnen doen. En ik vraag dat met name hierom, omdat de burgemeester ook anticipeert op dat wij de tarieven gaan vaststellen voor de komende 2 jaar. En ik zou bij voorkeur, of onze fractie zou bij voorkeur, zelfs die verhoging van 91 naar 97 cent in 2017, liever niet door willen laten gaan. Dus dat is eigenlijk met name zeg maar, de achterliggende gedachte. Dus hoe duidelijk en hoe scherp is het dat die verwachte opbrengsten van 250.000 extra zeg maar, overnachtingen, dat die ook, gehaald gaan worden. Dus daar wil ik nog graag even een reactie op hebben. Met betrekking tot die zeg maar, vermakelijkheden in de retributie. Het is niet zo, en dat is, ik kreeg een beetje de indruk alsof wij dat zouden willen. Ik zou graag even in wat dieper uitgediept, als dat wat de portefeuille nu al vastriep met een aantal voor- en tegens. Ik zou er graag in een soort van een onderzoek willen doen. Dat mochten we in een situatie komen dat we zeg maar, toch wat moeten gaan doen. Dat we dit gaan doen. Maar nog niet met een insteek van dat wij daadwerkelijk ook die vermakelijkheden en retributie willen gaan instellen. Maar ik wil graag de voor- en tegens zeg maar, even terugzien. Met alle tegens die al zeg maar, even benoemd zijn. Dank u wel, meneer Gelling. Ja, voor het, dank u wel. Nog één vraag en een opmerking. En dan ben ik al klaar. Zal ik daar geen ruimte voor reserveren in de bespreekstukken. Ik heb een paar ondernemers gevraagd die in ons netwerk zitten en het zou niet verbazen dat die hun grootste voorkeur uitspraken voor het afschaffen van de toeristenbelasting. Nu kan ik mij ook herinneren dat dat ooit ter sprake is geweest tijdens de coalitiebesprekingen en dat het zelfs in het coalitieakkoord staat volgens mij dat het ultieme doel is om de toeristenbelasting af te schaffen, maar wellicht een overbodige vraag, dat lijkt nog ver weg als ik het zo zie. En een tweede, en dat is even een reactie op wat meneer Jonkans zei, het mogen duidelijk zijn dat wij liberalen er geen enkele gedachte bij hebben om telkens dingen af te romen van ondernemers om ze vervolgens weer terug te geven. Dat is een niet alleen merkwaardige gedachte, maar staat ook wel ver van ons af. Dus ook de stichtingen die allemaal zich bezighouden met allerhande promotie en dat soort zaken. U zou ons een plezier doen om dat ook wat terug te brengen en de ondernemers gewoon zelf hun eigen initiatieven te laten ontwikkelen. Want volgens mij zijn ze daartoe ruim in staat. Dank u wel. Dank u wel. Mag ik de portefeuillehouder nog een keer vragen? Ik ga nog even ingaan op de vraag van de ChristenUnie, als ik goed heb begrepen, over het nachtverblijfregister. En om ook al nu te kijken en dan te kijken naar de opbrengsten. Waarbij je zegt van ja, die verhoging ook liever niet. Alleen daar lopen we wel tegenaan op dit moment dat ten eerste op dit moment nog via het forfaitair tarief gaat. Dus dat geeft niet het goede beeld. En het tweede punt is niet alleen het forfaitair tarief, maar ook niet iedereen heeft op dit moment een nachtverblijfregister. Zelfs heel veel niet. Dus dat moeten ze wel gaan bijhouden. Maar dat hebben ze nu niet. Ze doen dat nu op een andere manier. Houden ze die cijfers bij. Dus daar hebben wij heel slecht inzicht in. En ik zou er ook voor willen oppassen. Want er zitten toch al wat schommelingen per jaar in de opbrengsten van de toeristenbelasting. Want er zijn nogal wat factoren. Het begint al bij het weer. Maar ook de andere grillen, zeg maar. Dus er zitten wel schommelingen in. En dat moeten we wel proberen wat te egaliseren. Dat die ondernemer wel weet waar hij aan toe is met de tarieven. Dus vandaar ook in ieder geval vastzetten voor 2 jaar en laat dat een soort een lijn zijn, dat we niet enorme fluctuaties krijgen. En ik verwacht dat eerlijk gezegd ook niet, dus daar moeten we ook ervaring op doen met die cijfers. Het onderzoek doen naar de retributie, de vermakelijkheden in de retributie, dan vraag ik me af of bijlage 2 voor u dan op dit moment niet voldoende is. Want daarin wordt een aantal zaken over de vermakelijkheden en retributie opgezomd. En ik zou niet weten, maar dan moet u mij even helpen, wat wij nog voor verdieping zouden moeten doen qua onderzoek. Zonder dat dat heel erg ook weer in de papieren gaat lopen. Want het is een vrij relatief eenvoudige retributie die je kunt invoeren. We hebben gekeken naar de Efteling, Kaatsheuvel, waar men dat heeft gedaan. Het is een vrij ordinaire retributie, om zo maar te zeggen. Je roomt gewoon een bepaald bedrag af.
Je kunt zeggen een dubbeltje, een kwartje, een gulden. En je spreekt af met de ondernemer van, nou, dit krijgt u ervoor terug zo ongeveer. Maar dat staat, hoeft in geen enkele verhouding te staan. Het kan zelfs zijn dat je 2 extra prullenbakken doet. Dat is echt dan al voldoende. En er zijn ook wel ondernemers die hebben gekozen, die hebben gezegd van, doen we dit niet aan. Wij maken gewoon een privaatrechtelijke overeenkomst. En ik doneer elk jaar een bedrag richting de gemeente. Want die wilde ook niet in die vermakelijkhedenretributie in dat belastingrecht terechtkomen. Dus het is een vrij eenvoudige retributie. Maar het heeft ook wel iets te maken met hoe kijk je als gemeente aan, ook nou ja, richting die ondernemers, ook richting die recreatieondernemers. En ons standpunt op dit moment is dat we zeggen, we hebben een belasting en inderdaad, de meesten het liefst zouden ze hem afschaffen. Maar ze snappen ook wel dat die onderdeel uitmaakt van die begroting. Die 8, 9 ton, die haal je ook niet zomaar weg bij de gemeente. Daar heb je ook niet zo'n alternatief voor. Dus men is wel bereid om te betalen, maar mits het met mate gaat, dat is de stand van zaken. Dank u wel. Rest mij de vraag te stellen aan u of dit als bespreekstuk of als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering kan. Hamerstuk, heel goed. Dan gaat hij als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering. Dan zijn wij aangekomen bij, even kijken dat ik het goed zeg, de ingekomen stukken. Maar dat zijn allemaal hamerstukken. Zijn daar mensen die daar iets over willen zeggen? Niemand? Heel goed. Ja. Dan gaan wij naar het punt de rondvraag. Niemand iets voor de rondvraag? Dan sluit ik bij deze de vergadering. Wens ik u nog een prettige avond.